Het is inmiddels alweer de laatste week van dit seizoen, seizoen 5. En we hebben natuurlijk weer super vette challenge voor jullie. Maar voordat we gaan beginnen, check onze merchandise even op deveelvraag.nl/winkel. Doe het eventjes. Maar ik heb dus de laatste challenges van dit seizoen. En het zijn best wel bijzondere challenges en ook best wel moeilijke challenges, denk ik. Weet je wat? Ik ga niet te vullen. We gaan gewoon eens even kijken naar de challenge. De allereerste challenge die ik voor jullie heb is Search Jigsaw Puzzle Pieces in Basements. En dit is een nieuw soort challenge met puzzelstukjes die ik kan vinden. We hebben die tijdje geleden al geleakt dat er iets in zou komen met puzzelstukjes. Ik weet niet helemaal zeker of het een soort van troll gaat zijn van Fortnite. Want de laatste tijd doen ze allemaal fake leaks en fake dingen in de files. Want het woord Jigsaw is van een film, een hele enge film. Dus ik weet niet zeker of hij precies zo gaat zijn. Maar je moet in ieder geval puzzelstukjes zoeken. En die moet je dus zoeken in Basements. En ik heb daar een kaart voor. Dat is deze kaart. Hier staan alle plekken waar je ze kan vinden. Je moet er maar liefst 7 vinden. Dan gaan we door naar de volgende. En dat is Consume Apples or Mushrooms. En dan moet je maar liefst 20 apples of mushrooms dus eten. En dit is de kaart waar alle plekken te vinden zijn. Het is wel een beetje verwarrend. Want deze kaart is eigenlijk een oude kaart van week 4 volgens mij. Nee, dat is niet waar. Van season 4 week 7 uit mijn hoofd. Dus het is niet de kaart klopt niet helemaal meer. Maar de meeste plekken kloppen wel. Dus je kan best wel een beetje daarvan uitgaan waar alles is. Maar waarschijnlijk weet je zelf ook wel dat je mushrooms kan vinden. Bijvoorbeeld in Dusty Devo. En je kan bijvoorbeeld in Fatal Fields weer heel erg veel appels vinden. Dit is vrij makkelijk om te doen. Deze challenge denk ik. Ik denk dat je deze in één game wel kan doen. Zorg er gewoon voor dat je een beetje fall damage pakt. Dan kan je weer eten. Een beetje fall damage pakken. Dan kan je weer een beetje eten. Dat is mijn tip. Trouwens nog een tip. Doe alles in 50-50. Dat is het makkelijkst, geloof me maar. Dan gaan we door naar het volgende. Dat is Eliminate Opponents. En dat is een hele lastige challenge, want je moet wel eens 10 kills maken. Op zich heel lastig, valt wel mee. Als je 2-3 kills per game maakt, ben je met 4 games alweer klaar. Dan gaan we door naar het volgende. Dat is Search Chest in Salty Springs. En ja, hier heb ik een kaart voor. Dit is de kaart van Salty Springs. Hier zijn alle chesten waar je ze dus kan vinden. Ik heb niet echt een tactiek voor deze challenge. Ga gewoon zo vaak mogelijk ernaartoe. In 50-50 heb je de meeste kans dat je wat chesten kan pakken. Dan gaan we door naar het volgende. Dat is Search Between a Covered Bridge, Waterfall and the Ninth Green. Deze locatie gaan we straks in een game bezoeken. Dus daar ga ik nog niet zoveel over vertellen. Dan gaan we door naar de volgende. En de laatste inmiddels alweer. Wow. Voordat we verder gaan met de laatste. Ik ben er eentje vergeten. Dus die doe ik even op deze manier erin. Dat is namelijk deal damage to opponents. Je moet 5000 damage dealen to opponents. Doe het gewoon in 50-50. Schiet gewoon op wat mensen. En deze haal je. Uiteindelijk haal je deze vanzelf wel een keer. Hier hoef je niet echt over na te denken. Laten we doorgaan met de video. En dat is weer een soort van stages challenge. Hier heb je 3 stages en dit zijn de 3 stages. De eerste is eliminate an opponent in Pleasant Park. Daarna moet je iemand killen in Wailing Woods. En daarna iemand in Lucky Landing. Niet heel erg moeilijk. Gewoon doen. Lekker spelen. Dan haal je waarschijnlijk deze vanzelf. Laten we eens in een game gaan springen. En dan gaan we gewoon eens kijken of we de challenge kunnen doen van Search Between the Covered Bridge, Waterfall en Ninth Green. Oké, jongens, we gaan die kant op. Het is ongeveer bij mijn marker. Je ziet trouwens ook al de cube. Die gaat heel erg hard richting Lazy Links. En waarschijnlijk zal die daar ergens weer gaan eindigen. En zijn 1 na laatste rune inmiddels alweer plaatsen. Dus een klein feitje. Die krijg je nu van mij gratis erbij. Alsjeblieft. Deze video is trouwens nog in de avond. Voordat de challenges komen, is deze video opgenomen. Dus het kan zijn dat die al daar is. Daar ligt er een beetje aan wanneer je kijkt. Nou, we gaan gewoon eens even kijken waar het precies is. En ik ben er al. Het is hoogstwaarschijnlijk op deze plek. Hier kan je straks de tier vinden. Of noem je dat de star. Waarmee je dus XP krijgt. Of dus een tier omhoog gaat. Als je deze pakt, haal je dus heel makkelijk je challenge. En laten we dan gewoon eens even lekker gaan verder gamen. Kijken of we nog wat kunnen maken van dit potje. Ik zag al dat hier iemand is. En heeft hij mij gezien? Ik denk het wel, toch? Heb je mij gezien, vriend? Nee, hebben we niet gezien. Mooi. Dat betekent dat we misschien wel kunnen snipen ook. Nee, don't do it. Don't do it. Oh, ik heb een git. Nice. Oh, hij heeft super veel fall damage. Waar is die? Waar is die, dude? Oh, hey, daar. Hey, je bent hier, vriend. Hi. Oh, shit. Kom maar, jongen. Kom maar. Auw, dat doet pijn. Kom maar. Loop. Achter me? Achter me, oké. Okay. Ja, ik ben echt een lul nu. Wat moet ik hier dan mee? Ik ben echt gezet. Oké, ik ben echt een lul nu. Wat moet ik hier dan mee?
Ik word van twee kanten beschoten. Wat moet ik hier nou weer mee? Nou ja, het was een korte video uiteindelijk. Ik hoop in ieder geval dat jullie heel erg hebben genoten. Als jullie hebben genoten, druk dan sowieso ook even op dat like-knopje. Dus dat vind ik altijd heel fijn als je even liked. Het steunt mij heel erg en deze gast wordt hier gepakt. Waarom moeten jullie alle twee tegelijk komen? Ik baal er echt heel erg van. Nou jongens, nogmaals, abonneer, reageer, like op deze video. Klik op de video's hieronder. En ik zou zeggen, tot de volgende keer. En peace out. En succes met de challenges. Doei!